Ja, nieuwe Koude Oorlog in aantocht. Woehoe. Best Cold War ever! Laten we kijken wat voor, wat voor, hoe zeg je dat, mooie propaganda dat oplevert. Kijken of wat interessanter nog is, zouden de linkse Nederlandse kranten terugduwen tegen het oorlogsnarratief? De linkse, al die linkse media, die de linkse dat media, doen. Ja, zeker. Goed. Nee, WNL is wel gewoon nog, die is zeg maar officially rechts, toch? Een soort van. Maar volgens mij vindt rechts WNL dan weer niet rechts ook. Of zo, ik weet het allemaal niet. Hangt vanaf wat je dan weer onder rechts rekent. Ja, jezus, geweldig. Ja, oké, okay. Whatever. Laten we eens kijken. Nog nooit waren er sinds de annexatie van de Krim in 2014 zoveel Russen. Ze praten echt als een robot. Ja, maar er is ook gewoon een autocue voor natuurlijk. Dat is het hele gebeuren. Russische militairen bij de Oekraïnse grens als nu. De NAVO maakt zich grote zorgen over de situatie die dreigt te escaleren. Russia's considerable military build-up is unjustified, unexplained and deeply concerning. Russia must end this military build-up in and around Ukraine. Must. Stop it. In? Volgens mij is in gewoon... and around Ukraine? Het is gewoon op... Around Ukraine, je bedoelt Russisch grondgebied? Ja. In tegens... en Oekraïne, is dat Amerikaans grondgebied of überhaupt NAVO-grondgebied? Nee. De facto. Gewoon geclaimd wel, toch? Dat alles wel. Is Amerikaans grondgebied, Sjoerd. Kom op. Who owns the world? Well, the US does. Ja. It's provocations and de-escalate immediately. Jullie moeten deescaleren. Nou, hoe heeft dat conflict weer kunnen oplaaien daar? Ja, dat is een goede vraag. Het is sluipend gegaan. Het is iets heel recents. Er is een opbouw van troepen. Er zijn ongeveer 40.000 Russische troepen rond de Krim, in de Krim, op de Krim. En ongeveer 40.000 aan de oostgrens. Poetin en zijn woordvoerders zeggen, dit is een oefening, dit zijn binnenlandse transporten. Er zijn wel degelijk de afgelopen weken militairen gesneuveld, Oekraïense militairen. Dus er zijn provocaties in het gebied. Wat de oorzaak hier, wat de werkelijke beweegreden van Poetin is, daar gist iedereen naar. Want dat het een oefening is, dat is niet aannemelijk? Nee, dat is apokol. Het gaat hier om bekende... Poetin die zit wel nice over zijn schouder mee te kijken. Deze man, ik ben even op zijn LinkedIn. Hij is 21 jaar diplomatic editor geweest bij de NRC. Juist. En toen al die tijd heeft NRC het NAVO-handvest onderschreven in hun statuten. Inmiddels is het eruit. Maar lange tijd hebben ze dat gedaan. Serieus? Ja, ja. Het is inmiddels eruit. Waarom hebben ze het eruit gehaald? Omdat het inconvenient was of omdat ze het er niet mee eens waren? Dat weet ik niet, maar het zal wel kritiek hebben opgeleverd. Inderdaad, omdat het wel heel makkelijk als om ze te betichten van allerlei dingen inderdaad, als je dat doet. Dus daar wil het waarschijnlijk een beetje vanaf. Ja, weer, we kunnen nu al een zijspoor inslaan, alleen... Ja, sorry, ik wou gewoon even wat achtergrond bij. Ja, maar dat doet me wel ergens aan denken, want je hebt een paar jaar geleden, inmiddels al iets van 5 jaar geleden geloof ik, was er iemand toch die bij de NOS Studios binnenkwam met een nepwapen. Ja, ja, ja. CNN die schreef daarover van dat er een inval was geweest, of een gewapende inval of zo, bij Dutch CNN affiliate NOS. als je de... het NAVO-handvest als klant in je statuten onderschrijft, dan ben je toch basically gewoon een Atlantic Council affiliate. Ja, daar komt het wel op neer, ja. Goed. De tactiek van Poetin om verwarring te zaaien en commotie te creëren en wat er werkelijk achter zit, ja, je kunt een aantal redenen wel bedenken en die worden dan ook internationaal wel aangevoerd, namelijk er komen verkiezingen aan in Rusland, zijn partij staat zwak, er is een grote populariteit voor Navalny, de oppositiecriticus die in de gevangenis zit, en nu zelfs in het dat ziekenhuis. Dat is niet waar. Oekraïne is zich aan het verharden. Er is geen populariteit voor Navalny.
Dus echt iets van 2% die Navalny nice vindt. Heb jij een recente poll gezien? Ik kan een recente poll erbij pakken. Maar zeg maar, over het algemeen kan het Russen niet schelen dat Navalny in de gevangenis zit of waarvoor. Oké. Okay. Maar goed. Tegen Rusland. Er is een vriend van Poetin, een oligarch met Medvedchuk. Die is, staat op de sanctielijst. Er zijn pro-Russische televisiestations geblokkeerd in Oekraïne. Het is niet zo dat die oligarchen echt vrienden zijn van Poetin. Nee. Hij heeft juist toen in de jaren 90 alles geprivatiseerd werd en dus inderdaad die oligarchen soort van gecreëerd werden. Toen het echt een tering zo in Rusland was. Toen is hij juist, toen hij president werd, heeft hij juist de oorlog verklaard aan die oligarch. Of misschien niet per se direct de oorlog, maar hij heeft inderdaad gezegd van, jullie zijn met mij, of jullie zijn tegen mij. Dus jullie zijn nu mijn bitches. Ja, hij heeft een soort van geïncorporeerd wel, toegegeven, prima. Dus ze zijn een soort van, ze werken wel samen, maar dat betekent niet dat het vrienden zijn. Dat is heel erg hoe die framing daarvan. Dat is ja, naar. En waar komen die oligarchen vandaan, hè? Ik bedoel, waren die er inherent al? Nee. Eerst was alles natuurlijk staatsbedrijf. Die hebben alles gestolen. Nou ja, in de jaren 90 had je neoliberal shock therapy, waarbij alles zo snel mogelijk moest worden geprivatiseerd onder Yeltsin, omdat dat leuk was voor westerse investeerders. En het gevolg daarvan was dat een aantal mensen in de Russische elite al die voormalig staatsbedrijven in handen kregen, waardoor er ineens een enorme oligarchenklasse werd gecreëerd. En ja, dat was het gevolg van westers opgelegde neoliberale shock therapy. En nu is dat een monster dat ze zelf hebben gemaakt. Dat, opeten is niet echt het juiste woord, maar wat wel nu terugkomt als een obstakel voor het Westen. Ja. Ik heb trouwens intussen ook een poll van Navalny erbij gepakt. Het is moeilijk om echt een poll van hemzelf te vinden. De helft van Russen die vindt dat hij terecht in de gevangenis zit. De helft? Ja, dat is echt insane veel. Het heeft geen invloed gehad op de approval ratings van Poetin. En Navalny is wel eens gepeld voor een verkiezing. Namelijk voor de presidentsverkiezing in 2018... Er waren een aantal polls waarin hij werd gegeven als optie. In één poll kreeg hij 2,4%. In eentje kreeg hij 1%, 2%, 1%, 1%, 2%, 1% en 3,9%. Dat is dan echt zijn hoogtepunt. Okay. Dus misschien is de steun in de samenleving, pure speculatie hoor, maar misschien is het wel gestegen tot 10% hierdoor. Ja, precies. Dat is marginaal. En weet jij toevallig waarvan hij officieel beschuldigd wordt? Want dat hoor je ook helemaal niet in de media. Beschuldigingen met betrekking, of aanklachten met betrekking tot witwassen. Witwassen ook? Ja, volgens mij wel. En fraude. Witwassen is op zich ook niet geheel ondenkbaar, omdat er ook gewoon een video is gelekt van dat hij met iemand van de Britse ambassade in gesprek is waar ze het hebben over geld dat waarmee als ze hem voordat hem als in geld als ze hem dat beschikbaar stellen waarmee die impact zou kunnen maken, whatever that means. Maar ja, waarschijnlijk betekent dat zijn extreemrechtse ultranationalistische agenda in Rusland bevorderen en daarmee oppositie voeren, en dat is ook wat hij doet. Ja. Yeah. 3. En er zijn ook, er is ook een beleid aangenomen door de Oekraïense president voor herintegratie van de Krim in Oekraïne. Maar je noemt nu ook bijvoorbeeld in Navalny dat dit zou dus een beleid voor iets. Wat? We kunnen ook een beleid invoeren voor herintegratie van Vlaanderen in Nederland, maar het één kan happen.
Nou ja, beleid betekent dat je iets gaat doen, toch? Dus dat zou betekenen, oorlog. Dat is het enige beleid wat je dan kan voeren. Op dat moment. Alleen dat is toch gelijk de least charitable interpretation. Want daar komen we zo meteen nog op terug. Alleen in alle mediaberichten wordt ook zoveel mogelijk verkondigd. Er is letterlijk een subkopje van de Nos waar we zo meteen bij komen. Oekraïne wil vrede! Ja, dat klopt niet helemaal. Dat is niet echt met elkaar te verenigen, die twee standpunten. Nee. Afleidingsmanoeuvre kunnen zijn. Van even niet de aandacht op Navalny, maar ik ga in Oekraïne ineens aan de grens. Nobody cares about Navalny. Zoals hij het zegt. Nou ja, een afleidingsmanoeuvre. Kijk, er zit een grote Russische gemeenschap in dat gebied, met ook Russische paspoorten. Dus als Poetin hen te hulp zou kunnen komen. Ja, want willen die mensen in dat gebied misschien ook zelf wel bij Rusland horen? Of hoe zit... Nou ja, dat Russisch sprekende deel misschien wel. Het is wel zo dat sinds Poetin daar zijn gang is gegaan in 2014... de populariteit van Rusland aanzienlijk is afgenomen. Uit allerlei polls blijkt ook dat de gemiddelde Oekraïner wil lid worden van de EU en de NAVO. En de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft afgelopen dinsdag op het NAVO-hoofdkwartier gezegd: wij behoren niet tot de Russische wereld. Nou, dat... Ja, de gemiddelde Oekraïner, maar niet per se de gemiddelde bewoner van Donetsk of Luhansk of de Krim. Nee, dat denk ik dat wel twee. Dat zegt hij eigenlijk ook wel, toch? Nou ja. Hij zegt dat de populariteit van Rusland is afgenomen sinds 2014 in die gebieden. Maar daarin, de poll numbers die hij noemt, verwijzen naar Oekraïne in het algemeen, is wat ik eruit opmaak. En, Oké, precies. Maar waarschijnlijk heeft hij wel gelijk dat mensen in het westen van Oekraïne inderdaad graag bij de Europese Unie willen. Dat is waar. Maar daarom. Waarschijnlijk niet. Daarom lijkt het me ook niet verkeerd om dat land gewoon basically door midden te knippen. Ja. Oost en west van Oekraïne. Ik bedoel, als men dat wil, dit geografische gebied wil dit doen, geopolitiek gezien. Dit geografische gebied wil dit doen. En het is mooi ook geografisch verdeeld, waardoor het af te scheiden is. Waar kan je nog meer aan vragen? Ja, goede vraag. Maar goed, het gaat natuurlijk helemaal niet om zelfbeschikking. Het is gewoon dat beide het als legitimering gebruiken om Oekraïne in hun invloedssfeer te trekken. Daar gaat het gewoon om. En dan, ik weet niet, deze man, wat hij er eigenlijk allemaal aan het zeggen is nu dan, of zo, in dat licht. Let's see. Het is een uitspraak die er niet om liegt. Overigens, NAVO-lidmaatschap is een heel ander verhaal. Want de NAVO gaat niet een instabiel land nu incorporeren. Dat gaat het niet doen gewoon. Nee, maar wel hulp geven. Zeker wel. En dat zie je wel. Er is dus een opschaling in... er is een apart partnership. Dat betekent dat de NAVO traint het Oekraïense leger. Er zijn... Who cares about de jure membership? Het gaat toch om de facto membership. Dat is de facto membership, ja. Come on. Oh my god. Zelfs hij weet het. Kijk naar zijn gezicht. Are you fucking kidding me? Deze fucking guy die dit verhaal aan het stellen is, weet dat ook wel hoor. Kom op, hij is niet zo fucking. Er is een wapenexport vanuit het westen naar Oekraïne. Oekraïne staat er ook veel sterker voor dan in 2014. Vergeet niet, wat Poetin deed in 2014, dat was een verrassingsaanval. Op de Krim. Krim. En ook in het oosten van Oekraïne. En het westen stond erbij en keek ernaar. Nu zijn we in een volgende fase van het hoofdstuk. En ook Amerikanen, want dat is ook nog een belangrijk argument. Er wordt ook gezegd, dit is een test van Poetin op Biden... En aan het vesten in zijn algemeenheid, durven ze mij aan te pakken. Ja, het opleidende conflict in Oost-Oekraïne, je zegt het al, dat is dus niet al... Why? What the fuck? Waarom zou die dat doen? Hij lijkt echt te denken gewoon alsof Biden of Poetin wel gewoon een dick measuring contact in Biden. Dat is gewoon wat hij echt doet. What the fuck? Just to fuck with him, ik bedoel... Test wat je vertest. Ik bedoel, ik wil best erkennen dat Poetin ergens wel
een neiging heeft om mensen te trollen op de world stage. Dat is duidelijk waar, maar meer dan 100.000 troepen verplaatsen gewoon om Biden te trollen. Hij doet net alsof hij dat gewoon gratuit kan doen. Alsof hem dat niks kost. Dat is echt een insane investment. Dat om al die troepen daar te stationeren. Ja. Echt, what the fuck? Gewoon, oh, fuck it. Ja. De Rusland heeft niks beters te doen. Of zit niet in een economische crisis of zo. Nee. Nee. Probleem daar in die regio of voor de Amerikanen, maar het vraagt ook hier om een passend politiek antwoord, zegt nieuw VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Een aantal jaar geleden, toen dachten we, Rusland zal niet tot actie... Wat zei? Die ga je ook even googelen. De nieuwe buitenlandwoordvoerder van de VVD, ja, ja. Die ziet er echt uit alsof die nog met ons op de UvA had kunnen zitten. Ah, hij komt uit de ambtenarij. Ministerie van Financiën. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Harvard gestudeerd. Oké. Okay. Vraag om een... Oké. Nou ja, let's see what he has to say. Zegt nieuw VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Een aantal jaar geleden toen dachten we, Rusland zal niet tot actie overgaan. Dat hebben ze in de Krim natuurlijk wel gedaan. Dus we moeten dat nooit uitsluiten. Dus nu ook die troepenopbouw, die moeten we ook heel serieus nemen. En het is belangrijk dat wat bijvoorbeeld de Verenigde Staten nu doet, dat ze aan de ene kant de vuist laten zien door fregatten te sturen naar opa, de Zwarte Zee. Opa Joe. Fuck. En te laten zien van, we nemen de dreiging serieus en we hebben er ook een antwoord op. Maar aan de andere uitsteken dat we onderhandelingen willen doen en dat we aan tafel willen om de situatie te deescaleren. Want bij conflict en bij een oplopend conflict is uiteindelijk niemand gebaat. Mooi dat de Amerikanen dat dan doen, maar wat is onze rol dan? Dat is fucking bullshit. Niemand is. Mensen zijn heel erg gebaat bij dreiging van conflict. Mensen die wapens verkopen. Die hebben heel veel baat als er misschien wel een conflict komt. Want wat ga je doen als er heel veel conflict komt? Dan ga je meer wapens maken. Dan ga je meer wapens in je bereiken en die moet je dan kopen bij iemand. Bovendien is het van, wat mooi dat de VS dat wil doen, zeggen ze. Van geen verdere inquiry van, het feit dat ze dat zeggen betekent dat ze dat dus willen doen. Ja, zo werkt het. Iedereen zegt altijd de waarheid, vooral in de politiek. Nou ja, niet iedereen. Dat hangt dus heel erg af van of je voor diegene aan het, hoe zeg je dat? Wat dus veel media doen ten opzichte van hun overheid, al helemaal als het gaat om buitenlands beleid, is min of meer wat die doventolken doen bij die persconferenties. Hoe bedoel je? Gewoon dat ze wat de overheid zegt, omzetten zodat hun publiek dat kan tot zich kan nemen zonder enige analyse of kritische vragen of wat dan ook. Gewoon, de VS zegt dat ze dit willen deescaleren en Duitsland zegt dit ook en Oekraïne zegt dit ook, dus het is zo. Ja, ja, het is heel erg een soort... Ja, goedgelovigheid of inderdaad gewoon papegaaien, ja. Nou ja, goedgelovigheid, komen we zo meteen nog op terug. Maar als ze zelf een beetje basic research doen, dan... zij weten ook wel dat bijvoorbeeld Oekraïne zelf net is weggelopen een week geleden bij vredesonderhandelingen over dat gebied. Dat hoop je wel dat ze dat weten. Ja, over het algemeen. In dit geval, not sure about it, maar... Daarin? Nou ja, ik denk dat wij als Nederland, als lid van de NAVO, dat je moet zeggen, alle ballen op diplomatie. En dat betekent dus dat het initiatief wat Biden heeft genomen om Poetin uit te nodigen voor een top in een derde land, dat Nederland dat ook moet steunen, ja, in een Biden NAVO-verband. Maar voordat hij hem uitnodigde voor die top, noemde hij Poetin nog een moordenaar zonder ziel, menselijke ziel. Het is niet een diplomatiek, denk ik. Nee, hij heeft ooit eerder Poetin ontmoet en gezegd, ik geloof, en stond hij vlak voor hem en toen zei hij, ik geloof niet dat u een ziel heeft. Ja, hij heeft dat Fact, bro. Fact. Ten eerste echt, what the fuck? Gewoon analyse. En ten tweede, wat heb je eraan? Bovendien, dit is gewoon hoe Biden ook een beetje zijn eigen legende aan het schrijven is, right? Ik bedoel, dit is toch niet on record gebeurd?
Nee, neem aan van niet. Biden heeft gewoon gezegd dat hij dat tegen hem heeft gezegd. Het is niet ja, dat, dat ze bij een persconferentie met hot mics en rolling camera stonden. En van, no Vladimir, I don't think you got a soul. Nee, het past wel heel erg in een soort plaatje wat je hebt van Biden. Want je hebt wel eens in de campagne of zo, die dan tegen zo'n guy zegt die dan een beetje wat dikker is of zo van, hey, look fat. Push-ups, man, let's do, who looks who can do more push-ups. Dat, hij is wel heel erg een beetje zo aperotsachtig figuurtje. Zo. Waarschijnlijk is hij heel onzeker over zichzelf. Nou ja, ik vind het meer passen in van die verhalen die Biden vertelt over waar die allemaal wel niet in the room was. Toen er... Ja. Zeg maar, dit is volgens mij gewoon Biden die een beetje zijn eigen credentials aan het boosten is van, oh, kijk wat ik heb gedaan of zo. Mm. Maar goed. Herhaald, de vraag is of dat nou effectief was van Biden om dat te doen. Dat mogen waar zijn. Maar wat bereik je ermee met dit soort uitspraken? Zeker niet wacht, als wat je mogen dat waar mogen waar zijn. Hij heeft dat herhaald. De vraag is of dat nou effectief was van Biden om dat te doen. Dat mogen waar zijn. Maar wat het bereik is wel waar dat hij geen stuur heeft. Zeker niet als je een paar weken later, zoals afgelopen dinsdag in dat telefoongesprek, zegt tegen Poetin, ik wil een stabiele en voorspelbare relatie. Dan zou ik zeggen, ga daar dan aan werken. En stelt hij zich nu anders op? Nou, het is van, het zijn, Biden bespeelt eigenlijk alle klavieren. Hij is en hard en tegelijkertijd wil hij ook diplomatie bedrijven. En dat is nodig, want wat Brekemans zegt is juist, er moet gedeescaleerd worden. Een hoge NAVO-diplomaat zei tegen mij van de week, wij gaan heus niet vanwege Oekraïne een derde wereldoorlog ontketen op dit moment. Dus dat is ook, als dat het doel is om niet een escalatie te krijgen, dan is diplomatie, heeft nu echt de voorrang. Ja, maar dat is waarschijnlijk het ook niet, inderdaad, dat geloof ik wel. Het is niet het doel om nu oorlog te gaan voeren met Rusland, natuurlijk. Nee. Maar die spanningen, die zijn gewoon sweet. Nou ja, het is niet het doel om openlijk oorlog te voeren met Rusland. Alleen, het is volgens mij in Oekraïne redelijk tot een padstelling gekomen. En ja, de campagne om Rusland, de invloedssfeer van Rusland te verkleinen en van het Westen te vergroten, is gewoon wel ongoing. Jazeker, maar ze willen niet een directe confrontatie. Nee, nee, nee. Nee, maar wel een indirecte confrontatie waarbij ze de invloed van Rusland verder kunnen indammen, denk ik. Dat vind ik wel plausibel. Tuurlijk, geopolitiek is gewoon always going on. Dat ligt nooit stil.